Yo, roepoi en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is gewoon de allereerste video in 2017. Ik ben waarschijnlijk de eerste YouTuber die dit zegt. Laten we gelijk beginnen met een originele video. Een Q&A. Ik heb jullie op Instagram gevraagd om vraagjes achter te laten die te maken hebben met oud en nieuw en 2016. Rick Spargari die vraagt aan mij, wat vind je van vuurwerk? Leuk! Puk vraagt aan mij, heb je goede voornemens voor 2016? Ik doe niet aan goede voornemens, maar ik heb wel gewoon doelen voor 2016. Glenn vraagt, ben je bang voor vuurwerk? Zo ja, voor knallen? Nee! Nick vraagt aan mij, wat is het allerbeste wat jou is overkomen in 2016? Dubai. Dubai was echt heel gaaf. Als je die vlogs niet hebt gezien, ik vind ze zelf erg lijp, dan kan je hier in de infocard klikken. Bjorn die vraagt, wat wil je bereiken qua abonnees in 2017? En dat zijn gewoon 5000 abonnees. En ik heb het gevoel, het zou moeten lukken als ik goed blijf uploaden. En ik kan jullie één dingetje verklappen, dat er een hele gave nieuwe serie komt. Wat vond ik de leukste video van 2016? Ik denk dat dat een video was van Boos. Voor mij bij TikTribune de allereerste. Die was echt heel erg leuk. Luc vraagt, heb je ooit iets gedaan waarmee je in de problemen kwam met de politie? En het antwoord is heel makkelijk en dat is nee. Nee, jawel. We waren een keertje grondbloemetje aan het afsteken. Toen kwam de politie. Maar het is categorie 1, dus het is toegestaan. Toen kwam de politieagent kijken. Vond hij dat leuk. Anne die vraagt, wat vind je van de support de laatste tijd? Ja, eerst was minder. Maar op zich op die dagelijkse video's vond ik het wel redelijk. Maar weet je, het gaat om het creëren. Maar op zich vind ik het nu wel weer oké. Goed verhaal. Lekker kort. Sarah zegt, ben je van plan beter te keepen en een sixpack te krijgen? Kijk, ik heb al een sixpack. Kijk, zie je? Sixpack. Nee, beter keepen sowieso, weet je. I'm going to be next this winter. Just kidding. Dat is een grapje, oké? Moet je even begrijpen. En een sixpack krijgen, geen idee. In ieder geval meer spieren en minder vet. Thijs die vraagt of ik goed tegen haat kan. Nou ja, dat kan ik. Ik krijg heel weinig haat, maar ik kan er goed mee omgaan. Meestal nemen kijkers het voor me op. Of maak ik keihard terug. Dus en dan lach ik ze keihard uit. Lynn die vraagt wat ik het beste YouTube kanaal vind van 2016. En dat is Boos. En continuum. Dat was dan dus Q&A. Ik heb nog een vraagje aan jullie. Want jullie konden natuurlijk vragen stellen aan mij. Maar ik heb vorig jaar, op het helft van het jaar ongeveer, heb ik 20.000 Orbeez besteld. En nee, ik heb het niet van Pranksters, want ik heb het echt een half jaar terug of zo besteld. En ik vroeg me eigenlijk af, hebben jullie misschien opdracht wat ik hiermee kan gaan doen? En dan voer ik ze voor jullie uit. Vond je deze video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te commenten hier beneden wat je ervan vond. En wat ik hier dus mee moet gaan doen. En abonneer om op de hoogte te blijven voor nieuwe video's. En dan zeg ik later. Oh, en vergeet de doek even volgens niet uit te testen. Checken. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.